What's up mensen, welkom bij Wodka Boys. En vandaag maken we de cocktail Wodka Collins. En hiervoor heb ik de hulp ingeroepen van een goede vriend van mij, Leroy. Hij helpt met liefde. Ja, sowieso met liefde toch. Toch, alles doen we met liefde. Maar dit is een simpele cocktail. Oorspronkelijk werd het gemaakt met gin. En heet de cocktail Tom Collins. Maar ja, uiteindelijk zijn ze natuurlijk erachter gekomen dat wodka lekkerder is dan gin. Vanzelfsprekend. Ja, uiteraard. Dus uiteraard. Dus hebben ze hem gemaakt met wodka en heet het dus nu Wodka Collins. Ja, het is heel simpel te maken. Heel snel. Dus we gaan gewoon snel beginnen. Heb je in ieder geval een glas gevuld met ijs. Een groot glas, een extra groot glas. Want de Tom Collins werd gedronken in een extra groot glas. Dus dat doen we dan ook met wodka. Precies. Meer wodka altijd goed. 100 milliliter. Dus 100 milliliter wodka. Twee keer een volle. Ja, twee keer een volle. Hey, mooi is man. Ik heb nog best. Wat doe jij? Dat is goed. Maar dat mag niet, wodka. Zo. Twee keer. Maak jij het mooiste kan gewoon. Soms gebeurt dat, kunnen we niets aan doen. Om kleren van de wasmachine. Niks aan de hand. Ja, dan. Voel je hem helemaal aan met sweet en sour mix. Hebben we zelf gemaakt, heel simpel. Maken we wel een keer een video. Het ruikt wel echt heel eerlijk gewoon. Lekker zoet. En om het een beetje spankelijk te maken, doen we een heel klein beetje van de spaarrood. Of ander bruisend water kan je dat natuurlijk ook gebruiken. Niet te veel, want er moet natuurlijk wel een alcoholkick blijven. En dat kan het opweren. Je zit hem al gelijk bruisen, dus daar doen we het voor. Precies. Roer hem nog even. Stir. Yes. Yes. En dan kunnen we eens de tijd om te drinken, man. Ja, ik beheer aan jou. Beheer aan jou. Wat jij hebt gemaakt. Lekker, simpel. Nou, dat ruikt aan niks, maar. Ja, dat ik zie. Verfrissend. Ja, zeer verfrissend, zeer verfrissend. Het is zeg maar gewoon alsof je een homemade siroop hebt. Ja, en dan het is eigenlijk wodka meer dan gewoon een zure siroop. Ja. Maar niet te zuur. Het is gewoon, de verhouding met wodka is eigenlijk gewoon perfect vind ik. Ja precies, het is gewoon makkelijk te maken. Makkelijk te maken vooral, dus dat is al een hele groot voordeel. Met weinig geld besteed je er aan, weet je. Dus probeer een keertje de wodka columns uit. Wij gaan er verder van genieten, het is een groot glas, dus dat komt helemaal goed. Probeer hem uit. Tot de volgende keer. Ciao.